Laten we even Gerry erbij halen natuurlijk. Applausje voor de Gerry. Hey! Daar komt die. Goedenavond Gerry. Hoe voel je? Geweldig vandaag op deze mooie prachtige zonnige dag. Ja, het is uniek weer. Heb je al iemand gevonden ondertussen misschien? Nog steeds alleen. Ah, schitterend, schitterend. Daarom zijn we hier. Oké, Gerry, zet u maar hier. Of stel u maar hier. Ik zal even de bloeien van vandaag uitleggen. Het is de bedoeling dat ze biedt alle kandidaten opkomen. En die moeten de Gerry verleiden met een dansje of een verhaaltje of een gedichtje. En dan moeten op het einde weer kiezen twee afvallers en dan valt er één iemand van af. Laten we de vertrouwenspersoon erbij halen. Hier zijn ze. Gaat vandaag een beetje trager. Ze wordt al wat ouder, hè. Goedenavond. Hallo. Hoi. Hoe gaat ie? Ja, al een dag ouder, hè. Ja, ik zie het. Ja. En met jou? Ook goed. En met jou? Oh, savatjes. Savatjes, oké, dat is dus ook goed, hè. Oké, kunnen we een doek krijgen tussen Gerry, want Gerry mijn kandidaat nog altijd niet zien. Het blijft geheim natuurlijk. Goed, voilà. Dan gaan we nu eens kennis maken. Ah, we hebben gisteren al kennis gemaakt. We gaan de eerste kandidaat. Die mag daar komen. Goedenavond. Ja, ja. Hoe voel je jou? Goed, goed. En daarvoor? Natuurlijk. Wat ga jij vandaag doen? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet, maar er zijn wel dingen die ik wel zou willen weten van Gerry namelijk. Ik heb een kleine selectie gemaakt. Oei, oei. Gerry, wat is je schoenmaat? Wat heb jij aan? Hoeveel verdien jij? Hoe oud ben jij? Heb jij huisdieren? Waar woon jij? Welke kleur van haar heb jij? Welke kleur van ogen heb jij? Wat doen uw ouders? Zeg, en uw zusje, is dat eigenlijk een plezante? En heb jij nog broers of zussen? Reizen jij veel? Ja, Gerry, wie ben jij eigenlijk? Amai, dat is een hele waslijst. Kan Gerry daar allemaal op antwoorden? Wil je naar Gerry gaan kijken? Gerry, zoveel vragen. Kun je op één op antwoord geven? Ik ben Gerry. Oh, oké, dat is duidelijk. Simpel van die geest. De volgende kandidaat dan maar. Hallo, hallo. En hoe gaat-ie? Hoe? En wat ga jij vanavond doen? Ik heb een rap gemaakt. Een rap? Oeh, jee. Yeah. Dan heb je vast de micro nodig. En ik heb blond haar en blauwe ogen. Oké. Zo, Gerry, bent u wel voor blond haar en blauwe ogen? Zeker. Zo, zo, zo. Misschien wel een winnaar. Ja, daar komt de volgende kandidaat al, hoop ik. Oei, oei, ons Agnes is hier. En Agnes, wat ga jij vanavond doen? Ik ga de Gerry verleiden natuurlijk, met een mooi zinnetje. En het gaat als volgt. Gerry, ik denk maar één keer per dag aan jou en dat duurt de hele dag. Oeh. Wat Gerry? Heeft Gerry daarop te zeggen? Een beetje melig, maar... Een beetje melig, oké. Oké, daar komt de volgende. Hey. Hey. Aha, Yin en Yang. En hoe gaat die? Oké, en met jou? Goed. Oké, en wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het kort houden en het houden bij één zinnetje. Gerry, kies voor ons een dubbel zoveel plezier. Hey. De volgende. Oei, 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 beetje te veel getitst in het weekend, denk ik. Ah, toch wel, toch wel.
Oké, en wat ga jij doen? Ik heb een poëtische tekst en een dansje erbij gemaakt. Speciaal voor jij, spijt me, gaan we niet zien. Ga je gang. S'morgens eet ik niet, want dan denk ik aan jou. S'middags eet ik niet, want dan denk ik aan jou. S'avonds eet ik niet, want dan denk ik ook aan jou. En s'nachts slaap ik niet, want dan heb ik honger. Wauw. Zal ik eigenlijk een beetje humor? Wordt geapprecieerd natuurlijk. Zeker. En daar komt hopelijk de volgende. Oei, 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 oei. Hallo, hoe gaat u vandaag? Ik verstaan je niet goed. Hoe gaat ie vandaag? Zeer goed, zeer goed. Ik ga gewoon een keer te mijn Gerrie verleden. Gerrie, is je over mij kust? Gaan we samen naar de Ikea. En dan ga ik je Zweedse bulletjes laten proeven. En daarna gaan we ook een hupje eten. Wauw, dat verdient wel een applausje. Hi Gaggy, dat was wel Zweeds. Zij Zweeds, ah ja. Daar is de volgende. Hoe gaat die vandaag? Goed. Oké, en wat ga jij vandaag doen om Gerrie te plezieren? Ik heb een gedichtje. Oh, dat willen we zeker en vast horen, niet? Gerrie, ik kies voor mij en ik laat we moeten ondanks de tijd sturen op de VTM een beetje verder vooruit gaan. Gerrie, wat vind je daarvan? Ik was het begin van het liedje al vergeten. Dus... Ja, dat is logisch. Oké, daar komt de volgende. Onze bokser. En hoe gaat ie? Goed met jou. En wat ga jij vandaag doen? Ja, wat meer vertellen over mezelf en Gerrie een beetje versieren. Oké, hier is de micro. Ik ben een vurige sportieve vrouw, ex-wereldkampioen boksen en op zoek naar een nieuw leven en jij bent daar de perfecte man voor, Gerrie. Ziet u dat al zitten, Gerrie, die sportief leven? Liever niet eigenlijk, maar af en toe is een beetje sport, mag wel. Ja, pet sport zeker. Sport kan nooit geen kwaad. Daar is de volgende. Oei, nu moet ik vast even overschakelen op een ander taaltje. Gaat ie jou vandaag? From Russia with love. Oeh. En from Russia with love, wat ga jij vandaag een beetje doen? Love from Russia. Love from Russia, oké. Gerrie, heb je daar iets op te zeggen? Is het in Rusland niet altijd koud? Nou, de meter in het bos begaan zijn. Goed, zijn er nog kandidaten? Zijn er nog kandidaten? Nee, Anoushka was de laatste. Goed, dan gaan we eens naar de vertrouwenspersonen kijken. En eens luisteren wat zij van de kandidaten vonden. Ja, nog niet allemaal even goed, Sanne. Oei. Wie sprong eruit als de beste? Een paar namen. Gitte ben ik wel precies een plezante en curieuze Kelly ook, want natuurlijk ben ik echt wel heel tof, dat zal hij wel weten. Allee, binnenkort misschien weten. Oké. Maar natuurlijk, op het einde van de aflevering valt er altijd iemand af. Heel spijtig. Wie zijn de twee afvallers van vandaag? Yin en Yang? Ja, nee, ik ben niks. Wat zegt dat jullie? Voorkomen. Spijtig. Ja, je mag naar de afvalbank gaan. Dat is minder. Mag hier binnenkomen staan, Yin en Yang?
Danny! Wie is de tweede mens die op de pijnbank mag gaan komen zitten? Boxer Bertha. En wat vind je van... Oké, dat zegt genoeg. Oké, Gerry, maar natuurlijk heb jij altijd het laatste woord. Wie valt er vandaag af? Ik graag meer wil sporten met boksen. Sorry. Hey. Nog een laatste woord van de afvaller. Nee. Goed. Dan mag bokser Bertha terug bij de groep gaan komen staan. En mag Gerry even kennis maken met wat hij laat liggen. Zo, dames en heren. Dit was de tweede aflevering van Wie kiest Gerry. Zien jullie graag allemaal mooi terug voor een derde aflevering.